Minister Stephen McAndrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken zegt dat de regering een realistisch minimumuurloon heeft bepaald. De bewindsman erkent dat vorige minimumuurlonen allang waren achterhaald en staat achter het bedrag van 20 SAD per uur. We hebben ons daarbij ook laten leiden door onderzoek dat we verricht was door de commissie armoedegrensbepaling. We hebben rekening gehouden met hun inzichten. En op basis daarvan zijn we toen gesprekken begonnen met het bedrijfsleven en de vakbeweging om toch te geraken, te komen op een minimumuurloon. En dat is SAD 20 geworden per 1 juni. Ja. De beschikking is inmiddels ook uit, gepubliceerd. Dus dat betekent dat alle werkgevers in Suriname verplicht zijn om hun medewerkers tenminste SAD 20 te betalen per uur. Eerder was het zo dat bepaalde sectoren die langer werken een ander minimumuurloon hadden. Minister McAndrew benadrukt dat dit is aangepast en dat er één uniform minimumuurloon is. Er is in Suriname op dit moment één algemeen minimumuurloon. Okay. En dat is SAD 20. Toen het minimumuurloon werd geïntroduceerd, had je verschillende tarieven. Bijvoorbeeld horeca had een hoger tarief. Volgens mij security had ook een ander tarief. Maar nu is er één algemeen minimumuurloon. Dat is SAD 20. Ik denk dat het goed is. Dat het goed was om het op te krikken per 1 juni naar SAD 20. En we moeten ook rekening houden dat er ook eerdere maatregelen waren getroffen om de belastingsvrije grens te verhogen. Dus iemand die het minimumuurloon verdient en bijvoorbeeld 160 uren per week zou werken, die ontvangt een belastingvrij inkomen, omdat hij nog steeds onder die grens zit van 4000. Dus hij verdient bruto netto bedrag in principe. Ja, dus daar moeten we ook mee rekening houden dat er naast het verhogen van de minimumuurloon ook andere maatregelen eerder in het jaar zijn getroffen om de belastingsvrije grens op te krikken. En dat is gegaan naar 4000. Dus ja, mensen die onder 4000 verdienen, die betalen in principe geen belasting. Dus je verdient een bruto netto loon. De beschikking is de vorige week door de regeringsraad goedgekeurd en het advies van de Nationale Loonraad is bindend.